Ashraf Nemi, zaterdag spelen we tegen GVVV. Wat voor ploeg is dat? Ja, het is een ploeg volgens mij met heel veel ervaring. Er lopen aardig wat jongens die aardig wat niveau hebben op het televisieniveau. Waaronder natuurlijk een oud spits natuurlijk, Barry Powell. Ja, die zijn we nog niet vergeten hier. Nee, die kennen we nog. Ja. Dus ja, kijk ernaar uit om weer lekker tegen hem te spelen. Heeft de trainer jou verteld wat de sterke en zwakke punten van GVVV zijn? Ja, we hebben er nu alvast een beetje op getraind. Het is gewoon een ploeg die wat sneller de lange bal speelt. Op een sterke Barry Powell. Dat ze van daaruit doorvoetballen. En die kopt dan vaak door naar een lopende De Graaf, een snelle spits. Vooral veel de lange bal. Ja. We zijn in voorbereiding op GVVV, maar de week erop hebben we de derby. Hoe hou je focus op de komende wedstrijd? Ja, klinkt misschien cliché, maar ja, gewoon eerste wedstrijd voetballen. En GVV staat nu op het programma. En nou, ik heb weinig jongens nog gehoord dat we al bezig zijn met Spakenburg. Dus vooral de focus op GVV, dat is nu het belang. Ja. Ik keek even net naar de training, naar het veld. Ik miste nog een Gwern Stout. Ja, klopt. Ja, Stout die had afgelopen dinsdag al met de fysio meegetraind. En die heeft toch nog wel wat reactie gehad in zijn lies. Dus dat wordt toch iets langer dan verwacht en dan gehoopt natuurlijk. Nou. Betekent dat wij jou een zaterdag weer in actie zien? Dan moet je zaterdag maar zien. Dan gaan we nog niks verklappen. Heel veel succes zaterdag, dankjewel. Yes, dankjewel.